Frederik, we winnen de derby thuis tegen Mechelen met 3-0. Jij als liefste jeugdproduct zult weten wat dit betekent voor onze supporters. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat is de derby en er is toch grote rivaliteit tussen de twee ploegen. En als je dan in eigen huis op zo'n manier de 3 punten kunt houden, is heel mooi denk ik voor de supporters. En zeker na de laatste weken denk ik dat dat een enorme opkikker is om de winterstop in te gaan. Je begon van op de bank, maar dan ja, onverwacht kwam je in die basis en ja, dat ging je duidelijk toch wel goed af. Ja, kijk, het was al een verrassing dat ik in de selectie zat. Dus ja, natuurlijk hoop je dan dat je ook gaat spelen. En, ik weet niet, na 20-tal minuten was het zover, denk ik. En ja, eigenlijk geen opwarming gehad, niks. Maar ja, het is de KV, ik voetbal hier 20 jaar in Liersen. En als je dan tegen de KV moet invallen, dan heb je niet veel nodig eigenlijk. Hè. Ik kon dan direct, denk ik, na 5 seconden een eerste kopbalduel winnen. En ik moet ook zeggen dat het gevoel toen ik klaar stond om in te vallen en zo, de supporters, was er toch zo'n algemeen ja, gejuich in het stadion. En dat deed wel echt goed. En dan heb je niet veel meer nodig als voetballer om er tegenin te gaan. Spijtig genoeg werd ja, de kans voor jou om er nog meer van te genieten, werd je eigenlijk ontnomen toen je die rode kaart pakte. We zullen zeggen de rode kaart kreeg, want laat ons eerlijk zijn, een rode kaart was misschien wel een beetje overdreven. Ja, het is echt jammer. Het is zo een smet op de wedstrijd. En ik vind het echt jammer voor mezelf. Ik voelde me goed in die wedstrijd. En, ja, weet je, ik zag die ballen. Het is een derby en je wilt er vol voor gaan. Misschien dat de reden is waardoor dat het erger lijkt. En waardoor dat hij rood geeft. Maar ik denk dat ja, de storm in zijn lichaam er goed tussen zit. Waardoor dat ik eigenlijk rond hem draai. En dat daardoor erger lijkt dan dat het tackle eigenlijk is. Maar kijk nog eens, ja, ik was gewoon zo gemotiveerd en ik wou gewoon zo vechten voor die 3 punten. We stonden dan 1-0 voor en ik wou dat echt niet afgeven. En, ja, okay. Spijtig dat dan met rode kaart bestraft wordt, maar okay, het kan gebeuren. Het is voetbal. Inderdaad, uiteindelijk is dat misschien wel de spirit die je als speler nodig hebt in dit soort van wedstrijd. Ja, ik denk het wel. Ik denk, in zo'n wedstrijd moet niet altijd met mooi voetbal gebeuren. Het belangrijkste in onze situatie zijn de punten. En ik denk dat vandaag getoond is dat we voor elke bal hebben geknokt. En zo zie je dat je ook veel punten haalt. Ik heb in eerste klas al veel ploegen gezien die dat gewoon hun punten halen met knokken. En dat moest er vandaag echt dat moesten we tonen vandaag, denk ik, ook voor de supporters dat belangrijk was. Een derby-overwinning is sowieso leuk, maar dat er dan ook nog eens 3 heel belangrijke punten worden meegepakt, ja, dat is niet mooi meegenomen. Dat zijn niet echt de juiste woorden, dat is gewoon heel mooi. Ja, dat is prachtig. Hè. Alles klopt een beetje. Hè. Laatste match voor de winterstop. 3 goals maken, 1-0 houden en dan nog tegen de KV. Ik denk, dat is perfect zo. Met wat voor gevoel ga je nu die winterstop in? Oké, met een goed gevoel. Hè. Ik heb mij nog eens kunnen tonen aan de mensen. Liersen heeft zich kunnen tonen. Ik denk dat er nu toch dat de mensen nog iets positiever de winterstop ingaan. En, kijk, ja, dan zullen we moeten hard werken om uit die onderste regionen te geraken en komt wel goed. Dank je.